jullie graag de jury van deze avond voorstellen. Ik zou willen vragen aan de persoon die iets naam is om een stapje naar voren te doen, zodat de mensen in de zaal ook weten over wie ik praat. We hebben vandaag 11 juryleden met stemrecht. We hebben eveneens een voorzitter en een secretaris zonder stemrecht. Als ook de twee getuigen van de twee kandidaten, alle controleur en kassier. De 11 juryleden met stemrecht, als eerste is dat Marina Roosens. Dat is de, om je kennis te verduidelijken, 45 jaar geleden, en ze gaat nog lastig. Gestart dankzij Marina Arapa. Die heeft het carnaval leven in gelaten in Assen. En het is dat carnaval dat wij vandaag nog altijd vieren. En om het te eren hadden wij vandaag gevraagd aan Marina om hier vandaag in de jury te zitten. Dan hebben we Cindy, eveneens deelnemer van de jury. Sonja, ex-prinses van België. Joyce, de regerende jury-prinses van België 2023. Cindy. Dan hebben we Marleen van Hofmaas Valk en Lofdavis van Halle. Dan hebben we Lucien van Hofmaas Brabant, maar ook van de Pieterman. Thomas van de Ronde van de Kattenstoppen uit Zaventem. Uit Vilvoorde hebben wij ex-prins Daniel van Vilvoorde, maar ook prins van Vlaams Brabant van het jaar 2000. Uit Staden Peter Bergoets, voorzitter van de Kamerhoofdraad van Staden. Jeffrey, keizer van de Vollebalen. En dat zijn de 11 mensen met stemrecht. Dus al deze mensen gaan vandaag kunnen de kandidaten beoordelen en punten geven op 3 welbepaalde proeven. We hebben 2 kandidaten. De loterij heeft bepaald dat kandidaat nummer 1 Kathy is gewonnen en kandidaat nummer 2 is Yvonne. De getuige voor kandidaat nummer 1 door Kathy is Bart, keizer van de Orme, keizer Joël. En de getuige voor kandidaat nummer 2, Yvonne, is Rita. Dan hebben we nog een secretaris of voorzitter, controleur. Controleur van het NKCR hier vandaag is Dirk Pino, stadbewaarder NKCR. De secretaris van de jury is Yves. En de voorzitter van de jury is de president de Dietbeek, voorzitter van de Groot Dietbeekse Carnavalraad, Rick. Hartelijk dank aan al deze mensen dat jullie deze taak vandaag ter harte willen nemen. Nu, wij zouden jullie graag de 2 kandidaten voor vandaag kunnen voorstellen. En ik zou nog willen vragen aan onze kandidaten nummer 1 en aan haar vereniging. Ik zou jullie graag aan de verzondigen om hier tot bij ons hier op het podium te komen om onze kandidaat nummer 1 voor te stellen aan jullie. Mag ik intreden voor onze kandidaat nummer 1, Kathy, alsjeblieft.
En we hebben hier een probleem, want we hebben twee kandidaten, maar we hebben dan nog de prins. Ivan, wij weten, we waren in 2020 prins van Assen. Je hebt een uitgestrekt regeringsjaar meegemaakt, maar het is nog altijd prins van 2020. En we gaan daar ook een einde aan maken. En ik zou willen vragen aan onze keizer Rutte om de steek en de pluimen van het hoofd van onze prins te willen nemen. En ik zou willen vragen aan de voorzitter van de jury om eventjes hier vooraan te komen om de scepter in ontvangst te nemen. En hij zal na het verloop van de verkiezing de scepter mogen overhandigen aan de opvolger van Ivan. Dus we mogen hem in bewaring houden, voorzitter. We mogen stemmen, maar we mogen nog iets belangrijks doen. We hebben hier dus twee kandidaten. Ik graag uw applaus voor onze twee kandidaten van vandaag. Kandidaat nummer 1, Kathy. Kandidaat nummer 2, Ivan. Ik ga even vragen aan Kathy en Ivan om hier een grote podium te blijven staan. Mag ik vragen aan de leden van de jury om af te treden en plaats te nemen aan de jurytafel. Thank you.